Ja, Paul, ik zie jou ook glunderen. Wat gebeurt er allemaal? Ja, fantastisch om uh, hierbij aanwezig te zijn. En uh, te zien dat Kiki, uh, die al uh, zo ver is gekomen, omdat ze ook gewoon nog zo'n kwartfinale... gewoon Basinski in twee sets naar huis stuurt. En uh, geweldig. Wat vond je het knapste van de overwinning van vandaag? Fysiek natuurlijk, mentaal? Ja, ik denk op karakter. Ik denk dat ze het fysiek uh, heel zwaar heeft. Ze is nu toch al drie weken lang uh, echt... Uh, haar lichaam op de proef aan het stellen en uh, begint natuurlijk overal pijntjes, uh, echt uh, meer dan pijntjes te krijgen. En uh, je zag ook in de, derde, in de tweede set dat ze er gewoon echt veel moeite had om bepaalde handelingen te kunnen doen. Dus vooral naar voren sprinten. Ja, en dan is het uh, geweldig dat ze die wedstrijd gewoon uh, juist in twee sets zo uh, makkelijk naar huis uh, brengt. En dat is gewoon puur op karakter. Ja, geweldig. En wat betekent het dat er een Nederlands in de halve finale, als ik zeg het echt, op Roland-Gros staat? Ja, dat is lang geleden. Uh, 2002 meende ik was het. Uh, dus een drie verkerkt. 2003 verkerk. 2003 verkerk Het is uh, laat natuurlijk dat er uh, de halve finale bereikt was. En toen ging hij nog een stapje verder, de finale. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat weer lukt. Maar de halve finale hier in Parijs, uh, geweldig. En de manier waarop en van wie ze allemaal wint. Uh, er is niks op af te dingen. Het is allemaal heel afgetekend. Eén uh, hele zware driezetter en voor de rest gewoon duidelijke cijfers. En, uh, ja, ze is bezig met een waanzinnige reeks. Niet volgers die zeggen, die Bertus, wie is dat? Wat doet ze allemaal? Dit komt voor jou denk ik niet uit de lucht vallen, hè? Nee, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren haar van dichtbij mee mogen maken in de Vet Cup. En daar heeft ze eigenlijk elke keer laten zien dat ze hiertoe in staat is. Alleen, nu doet ze drie weken achter elkaar. Achter elkaar, de ene wedstrijd na de andere wedstrijd. En dat is toch wel heel erg knap. Dus, ja, petje af en uh, dat had ik uh, natuurlijk niet uh, gedacht dat ze dat uh, even op de mat zou leggen. Maar uh, dat, dat ze het wedstrijd voor wedstrijd van iedereen kan winnen, dat wist ik wel. En Serena, wat zou jouw tip zijn voor Kiki uh, morgen? Uh, ontregelen, uh, dropshotje, snelle bal, goed serveren. Um, zelf natuurlijk eerst zichzelf oplappen dat ze morgen ook echt fit aan de start kan gaan. Ik denk dat het wel nodig is om van een uh, topper als uh, Serena te kunnen winnen. Maar daarna vooral uh, de voorhand in stelling brengen, goed serveren. Ja, en als het even kan, uh, toch die voorhand opzoeken. Ondanks dat dat een wapen is, is die backhand meestal nog zekerder.